Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag Hemelvaartsdag en dat betekent dat ik de weekendvlog alvast begin. Ook al moet ik morgen nog wel werken. Maar ik dacht, ik begin alvast. We beginnen met een lekker ontbijtje vandaag. Lekkere broodjes. Oh, dat is mijn telefoon. Niels zit al te smikkelen van een croissantje. En Sven heeft een eitje. En ik heb nog niks. En we wilden vandaag naar het Bier en Appelsap Festival. Maar ik weet niet of mijn buik het aan kan, want ik heb heel erg last van mijn buik. Dus ja, goed. Anyhow, ik ga jullie meenemen vandaag als het gaat lukken om de deur uit te gaan. En anders dan... Dan gaan we iets anders doen. Moet even kijken. Okay. Ja. Hi. De slang, hè? Wat zegt de slang? Hi. Ja. Zo. Zo, even lekker erbij zitten. Ah. Wat zegt de slang, Niels? Ja. Waar zit je dan? Zo, ik ben inmiddels opgemaakt. Ik moet wel even mijn haar doen, maar Sven is nog even in de badkamer, dus ik wacht even. Hier staat een zeehondje als een soort baby in zijn arm. Hi. Op de ijs. Ja, gaat hij op de fiets? Ik weet niet of dat scherp was, maar we hebben besloten, omdat ik nog niet helemaal stabiel in de buik ben, dat we 's ochtends gewoon thuis blijven. Dan kunnen we even zien, tenminste thuis, we gaan wel even lekker naar buiten, maar... een beetje rond het huis blijven, en rond het toilet. En dan, ja, sorry voor de details. Ik voel me namelijk verder prima. Daar is niks mis mee. Ik voel het al een beetje aankomen. Het is echt bizar. Sinds Niels herken ik gewoon de signalen van buikgriepachtige dingen. Dus ik zei het al, of 2 dagen geleden, zo zei ik al tegen zijn. Ik weet het niet. Well, anyhow. Ik we gaan dus even naar buiten zo. En dan gaan we vanmiddag, als Niels een slaapje heeft gedaan, gaan we naar dat Bier en Appelsap Festival. Tenminste, als ik stabiel genoeg ben. En dus dat is wel leuk. Verder dit weekend. Morgen ga ik nog werken. In ieder geval 's ochtends. En Sven dacht 's middags vrij te zijn, maar dat lijkt ook de hele dag vrij te zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus die moet in ieder geval ook nog 's ochtends, maar misschien ook nog 's middags. Dus afhankelijk van wat Sven doet, ga ik anders. Het wordt heel warm morgen. Ga ik morgenmiddag met Niels naar mijn ouders toe. Oh, in mijn face. Met Niels naar mijn ouders toe en dan kan ik daar lekker in het badje. En dan gaan we vrijdagavond gaat Niels naar Sven's ouders toe met Sven, want Sven die heeft daar afgesproken met zijn broers. En dan slaapt Niels bij mijn schoonouders samen met Sven. En dan komen ze zaterdag weer terug. En dan heb ik 's ochtends EHBO-cursus van 9 tot 1. EHBO voor baby's en kinderen. Ik heb nu 4 uur zelfstudie gedaan. En dan gaan we 's middags gaan we lekker met z'n drietjes iets doen. En dan zondag. Mijn neef is getrouwd met Amerikaanse. En haar ouders willen al heel lang een keer naar Nederland komen. En dan vooral om Niels en het zoontje van mijn nicht te zien. Dus dat is wel heel grappig. Ze vindt de rest ook leuk, maar ze komt vooral voor de kids. Dus wij gaan daarheen. We gaan daar zondag brunchen. En ze neemt ook wat spulletjes mee uit Amerika. Yes. Dus ook dat. En ik heb bijvoorbeeld een nieuw hourglass poeder besteld. Maar dan de rijstvariant. Want ik dacht, het is handig voor mee. Maar nu denk ik, oh, dat wordt een groot gedaan. Mijn groot is ook al bijna op. En dat is het volgens mij. Maar ja, verder gaan we gewoon lekker genieten van de zon. We gaan denk ik naar buiten. Ik nog even... iets anders aantrekken dan een badjas en mijn haar doen. Zitten lekker in het gras. Bij het zand. Sven is even aan het bijbruinen. Het is gisteren aan 1 kant zon gehad. Die kant is zo. Dan kan je beter aan deze kant gaan zitten. Zo. Maar dan kan je toch beter, als je aan deze kant gaat zitten, komt hij toch zo. Ah. Ik zit lekker op een kleedje. Hier zat in iemands poep gesloten. Ik heb zo weer een rompertje aan. Rompertje nummer 3 van vandaag. Ik ga even boodschappen bestellen. Dus ga ik altijd eerst even een weekminuutje maken. Dat is die van vorige week. Dan ga ik altijd kijken altijd op uit Pauline's keuken. Daar halen wij de meeste recepten vandaan. Ja, deze aan. Ja, mama gaat even boodschappen bestellen. Even deze aan.
Niels denkt dat er een eindje komt. Ik mag dat kijken op de tablet. Kijk, en dan ga ik altijd hier kijken. En dan meestal bij de fresh and easy dingen. En dan zoek ik wat lekkere dingen uit. En zo krijgt Niels zijn brood tegenwoordig. Gewoon dubbel geklad. Kijk, onze kleine hipster. Ja, mooi hoor, lieverd. Kijk, Niels. Wat ben je voor talent voor? Nou, we zijn er hoor. Super druk. En super lekker weer. Amelie? Zal ik? Leuk, Sven. Niels vermaakt zich wel de groep. En wij zitten hier. Lekker. Jullie kunnen denk ik Niels niet met... Oh ja, net wel zien. Kijk, kijk! Kijk! Ja, wat is er? Kijk. Hoezel en Pip, Niels. Tja. Is het lekker? Ja. Goed zo. Wij zijn terug van het Bier en Appelsap Festival. Het was heel gezellig. Het is nog leuker denk ik voor oudere kinderen. Maar Niels vond het ook allemaal bijst interessant. Vooral bij de circus tent. En het was natuurlijk fantastisch weer. Dus het is geen straf om dan daar lekker in de bossen op een festivalterrein te zitten. Dus we zijn daar geweest tot, wat zal het zijn geweest? Niet zo, 4:15 geloof ik. En toen naar huis gereden. En nu, Niels gaat nog eens eten, want wij moeten ons eten nog klaarmaken. Lekker, hè? En wij eten vandaag pizza en dat eet Niels niet mee. Dus het was eigenlijk wel een lekker dagje. En wij eten lekker pizza. Ik voel me trouwens een stuk beter. Dus allemaal goed, hè, Niels? Zo, wij zitten lekker op de bank. Zullen ze even een theetje aan het zetten. En we zitten nu The Secret Life of 4, 5 en 6 Year Olds te kijken. Dat is heel interessant. Psychologen die analyseren dan kinderen die bij elkaar in een soort kleuterklasje komen. En we hebben vorige week ook gezien, vonden we wel leuk. Dus we gaan dat nu weer kijken. En ik zie jullie morgen weer. Ik weet niet of ik 's ochtends ga filmen, want dan moet ik natuurlijk naar mijn werk. Maar anders in ieder geval 's middags. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ja. En wij zitten nog een beetje te ontbijten. Of tenminste, Niels die had na zijn 3 boterhammen, weliswaar zonder korst, maar had hij nog trek. Dus die zit nu een kiwietje te eten. Zo, hop. En mijn telefoon heeft vannacht weer. Ik weet niet wat er is met die Samsung update. Maar hij heeft weer een update gedraaid. Ik weet niet wat er is met die Samsung updates, maar ik vond de vorige echt al vreselijk. Want alles is veel kleiner geworden en minder overzichtelijk. En nu hebben ze zeg maar het briljante idee opgevat om al die icoontjes. Probeer Niels niet te laten zien. Om al die icoontjes, zeg maar als je iets ongelezen hebt, oranje te maken. Why? Echt mijn least favorite color. Nou, dus ik ga even kijken of ik dat anders kan instellen, want het annoys me. Maar dat terzijde. Het is lekker weer. Niels heeft een korte broek aan en een shirtje. Oma komt zo meteen. Ja. En Niels had vannacht geslapen totdat het schaapje wakker werd, hè Niels? Ja, dat was heel goed van jou. Was mama heel trots. Ja. Nee, supergoed. We hebben zo'n wekker, daar is hij eigenlijk nog iets te jong voor, maar hij is best wel slim. Dus we hadden bedacht dat hij het wel ging begrijpen en baat het niet, dan schaadt het niet. Want het is ook gewoon een nachtlampje. En die ogen gaan open als Niels mag opstaan. En vandaag, toen de open, normaal gaat hij, is hij, tenminste de laatste weken, is hij vanaf 6:00... Oh, is het klaar? Is hij vanaf 6:00 aan het krijsen. En dat is niet zo heel relaxed. En nu was hij heel netjes. Ik had hem om 6:45 gezet. En dan heel netjes om 6:45 hoorden we hem. Dus toen waren we heel trots.
Toen riep hij ook gewoon netjes, mama. Dat was heel goed, hè? Ja. Papa. Ja, papa is al naar zijn werk. Ik ga Niels even uithalen, want hij is er klaar mee. En tegenwoordig martel ik mezelf niet meer en doe ik het een beetje... maak ik mezelf het leven een stuk makkelijker, want Sven moet best wel vaak om 7:30 al de deur uit. Dus dat houdt in dat ik nog zeg maar een uur met Niels alleen ben. En hij wil me dan natuurlijk liever in de kamer hebben. En ja, je wil er ook liever bij zijn, zodat je in de gaten kan houden als er iets gebeurt. En ik kan maar even weglopen als ik bijvoorbeeld even me aan ga kleden of zo. En tegenwoordig, dan doe ik rond 8:00, dat is zeg maar nu ongeveer, doe ik gewoon Nijntje aan. Want dan kan ik me gewoon gaan aankleden en alles. En als ik dan weer klaar ben, zet ik hem weer uit. Dan kan ik hem weer in de gaten houden. Dus dan zit hij gewoon even lekker in zijn stoeltje Nijntje te kijken. Want anders dan is het echt voor iedereen een marteling. Want hij wil de hele tijd bij mij zijn. Of hij doet, zeg maar, dan hoor ik hem hier weer niet. En dan moet ik weer even terugrennen om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Dus ja, weet je, versus gewoon een beetje relaxed. Hij zit even rustig tv te kijken. En dan, dat is maar zo. Choose your battles. Ik ga me even aankleden. Ik ben inmiddels weer thuis. En inmiddels ook weer bij opa en oma, bij mijn ouders. Want we gaan hier lekker met Niels in het badje buiten spelen. Dat is jouw hoofd, Pieter. Vorig jaar vond Niels het badje heerlijk. Maar ik moet nu blijkbaar even wennen aan het idee van een badje. Dus nou, we gaan het zien. Ik ga er in ieder geval ook lekker bij zitten in de zon. Ja, ik kan niet zo hoog. Zo. Hoog, hè? Goedenavond. Ik zit even mijn middens te kroelen. Nou, ik was heerlijk met Niels bij opa en oma. En nu is Niels samen met Sven bij mijn schoonouders. En ik heb dus een avondje alleen. Ik ga verder niks doen, want ik heb echt een hele drukke week gehad. En ik was al moe. Ik ben natuurlijk ook een beetje ziek geweest. Ja, maar goed, maar goed. En daarnaast moet ik morgen om 9:00 aan de andere kant van Utrecht zijn. Want ik heb een EHBO-cursus. Dus, als we elkaar genomen, dacht ik... Ik heb heerlijk gedoucht, maskertje gedaan, ingesmeerd. Ik denk, nou, dit is gewoon een chillavond. Ik heb net weer een aflevering Pretty Little Liars gekeken. Want het duurde heel lang voordat ze weer op Netflix waren. Maar love it. En ik heb nu wat kleding binnengekregen. Want ik had een bestelling gedaan bij H&M. Wat leuke dingetjes voor Niels. Dus ik dacht, die ga ik even laten zien. Als eerste deze sokjes. Ook al vind ik ze best wel grote ogen. Maar hij heeft nu steeds van die lange sokjes aan. Onder zijn lage schoentjes met een kort broekje. Of geen sokjes. Dus ik dacht, zo'n lage zijn wel handig. Gewoon van die halve sokjes met sterretjes. Grijs. En dan nog een beetje gebroken wit met één ster. En dan grijze met witte sterretjes. Mensen echt hieronder op het terras hebben echt mega veel plezier. Als je trouwens denkt, dat hoor ik. En nog gebroken witte met grijze sterretjes. En dan nog grijze met een wit sterretje. Dan dit broekje. Maar dat had ik iets anders ingeschat. Want dit is eigenlijk meer een legging. Dus ik ga even kijken hoe het bij hem zit. Dit blauwe broekje. Dat is een beetje lastig te zien zo. Maar het is gewoon eigenlijk een soort lengtje. Het is wel lekker dun. Dus misschien is het prima. Ik heb alles besteld in een 68. Maar het oogt best wel groot. Er staat gewoon 12 tot 18 maanden. Niels is bijna 18 maanden. Maar om een of andere reden oogt het allemaal best wel groot. Don't know. Deze oogt dan niet zo groot. Dit is ook een 86. Zeg ik net 68? Ik weet het niet. 86. En deze vond ik zo schattig. Cognackleurig. Kort broekje met ananasjes. Die vind ik echt super leuk. Het is een beetje een soort linnen. Dus nou, super leuk voor de zomer. Dan had ik nog dit leuke rompertje met lange mouw. Een beetje, nou, niet helemaal mintgroen, maar nou, wel een soort van mintgroen. Met walvisjes erop. En die vond ik ook echt heel cute. En daar slaapt hij nu vaak in zijn dunne slaapzakje. En dan een rompertje met lange mouwen. En dan zag ik nog dit broekje. En dat vind ik ook heel groot ogen. Maar misschien onderschat ik gewoon hoe groot Niels eigenlijk al is. Ik weet het niet. Deze is een spijkerbroekje. Met een soort opgerold pijpje. En dan zo'n elastieke band.
Het lijkt me ook wel wat zijn. Weet je, ik had zoiets voor de zomer. Het is ook wel lekker als het een beetje comfortabel is. Als het niet super warm is, maar ook weer niet heel koud. En als laatste dit shirtje. Dat vond ik heel grappig. Dit is een grijs shirtje en er staat er grrr, hihi of zoiets op. Met een geel leeuwtje. Zo laat zien. Zo. En die vond ik heel grappig, omdat Niels steeds als hij een leeuw ziet, doet hij raar. Dus dat vond ik wel schattig. Dus dat. Ik kreeg net nog een foto dat hij weer met een andere stofzuiger aan de haal was. Niels las die stofzuigers, ik weet ook niet waarom. Het is nu 9:15. Kwart voor acht, hoe ik zei. 9:15. Wat krijg ik nu nog? Pieuw. Nee. 9:15. Ik ga denk ik gewoon een beetje relaxed bank hangen. Misschien zo nog een boekje lezen. Ik hoop dat ik op tijd kan slapen. Daar ben ik niet zo'n ster in. Want ik moet morgen fiets ik samen met een ander meisje van de zwangerschapscursus richting de EHBO-cursus. En dat is, het is op zich een kwartier fietsen, maar we hebben iets eerder afgesproken. Dus 9:50 hebben we al afgesproken. Woe! Dus lekker mijn tijd. Gewoon als een normale werkdag. Het enige is dat ik natuurlijk 's ochtends iets meer tijd heb. Omdat ik Niels niet hoef te entertainen en editen hoef te geven en aan te kleden. Dat soort dingen. Dus dat. En dan Sven heeft morgen om 2:00 al een afspraak bij de kapper. Dus die zijn ook lekker op tijd terug. Dus dan kunnen we als Sven naar de kapper terug is, kunnen we nog even lekker met z'n drietjes doen. En 's avonds is Sven weer weg, want die gaat eten en gamen met een vriend van hem. En dan ben ik weer home alone. Alleen dan, niet helemaal home alone, want dan ben ik met Niels en met Mittens. En dan moeten we zondag weer vroeg op, want dan gaan we dus die brunch doen. En dan moet het om 10:00 in Amsterdam zijn. Dus uitstappen is er niet bij dit weekend. Dus daarom hoop ik dat ik lekker op tijd naar bed kan vanavond. Dat ik gewoon moe genoeg ben om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat jullie gewoon lekker morgenochtend weer zien. Tenzij nog iets spectaculairs gebeurt vanavond, maar vermoed van niet. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb... Ja, midden schoppen. Nou, niet midden schoppen, maar speeltjes naar toe schoppen. Ik heb heel erg haast. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb nu nog even een vestje aan. Ik denk niet dat het nodig is, maar voor de zekerheid. Ik weet ook niet hoe koud die ruimte is, vestje van H&M. Shirtje van ASOS, een hemdje. En dit korte broekje van de H&M. Dus dat is wat ik aan heb. En dan ga ik nu heel erg rennen. En dan zie ik jullie als ik terug ben. Oké, go. Ik ben weer terug van de EHBO-cursus. Het was heel leuk en leerzaam en ook gezellig om even weer een aantal meiden van mijn zwangerschapsclub te zien. En ik kwam thuis en toen was de kleine pot met tot er weer, hè? Huh? Toen was de kleine man er weer. En die zit nu even lekker een krentenbolletje te eten. Sven is even naar de kapper. En daarna gaan we even iets van verkoeling opzoeken. Sven wilde eigenlijk naar het zwembad. Maar ja, tegen de tijd dat we dan daar zijn, dan kunnen we al bijna alweer rechtsomkeers. Maar goed, eerst maar even wat eten. Heb je genoeg gehad? En dan gaan we even lekker het water in. Wij zijn weer thuis. Ik ben helemaal vergeten mijn camera net mee te nemen. We hebben even afgespoeld. Het zat allemaal onder het zand. Niels zegt nog eventjes te slapen. Het is inmiddels 5:30. Iets voor 5:30. Iets over 5:30. Sorry. Over Harry, Sven is de vaatwasser aan het doen. Maar het was heel lekker. We hebben hier gewoon even in de buurt in een badje en een speeltuin. Dus dat was heerlijk. En nu, Sven gaat zo met een vriend gaat hij gamen en zo. Ze gaan nog, geloof ik, even ergens naar het terras of zo. Dus ik ben chef Niels. En ik ga niks meer doen. Ja, ik moet nog aan de site trouwens. Maar verder niet zoveel. Ik weet niet of er iets op de buis is vanavond. En een aflevering van Pretty Little Liars. Morgen moeten we ook weer betijds op. Worden opgehaald door mijn ouders. Want we gaan naar Amsterdam, wat ik al gezegd. En ik hoop dat ik nog iets zeg maar, kan filmen behalve My Face. Sven is inmiddels de deur uit. Oh, dankjewel. Is dat een mooie prei voor mij? Nom, 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 nom.
Sven is inmiddels de deur uit en het is 19:30. Ik ga Niels zo naar bed brengen. Ik had net even een poepluier die doorlekt op mijn broek. Dus dat was wel heel erg fijn. En het was heel schattig, want ik ging net Mittens roepen. Want Mittens, de buurvrienden stonden voor het raam. Deze? Oh, dit is Niels' lievelingsboek. Deze. Ik liet hem ook al zien in de mama-update, volgens mij. Mama? Ja. Mama? Kom maar lekker dicht tegen me aan zitten. Zo. Zo. Mama. Ja. Ja, dat is de föhn. En zie je ook de tandenborstel. Niels, zie je ook de tandenborstel? Goed zo. En die ook, ja. Heel goed. Oh, wat zie je allemaal nog meer? Zie je ook het boek? Zie je ook het boek, Niels? Ja, je ziet hem wel, hè? Goed, wat ik aan het zeggen was, is dat Sven al weg is. Dus Niels en ik zijn nu gezellig met z'n tweetjes. Niels gaat zo lekker naar bed, hè Niels? Lekker slapen zo. Ja, mama is even aan het filmen. En dan ga ik lekker bank hangen. Maar, nou... Het gaat allemaal wel klammig hier, Niels. Het is hartstikke warm. Nee! Ja, mama heeft een warme broek aan, want je net over die andere heen gepoept. Even kijken hoe warm het hier is. 25 graden. Oh, dat valt. Dat boeit je nou goed zo. Gaan we dat zingen? Ik heb lekkere melk voor jou en voor mij rijst de brei. Oh, wat heerlijk smullen. Dat is een leeuw. Wat zegt de leeuw? Ja, wat een poepje. Ja, dat is ook een leeuw. En de tijger, die zegt het ook, hè, Niels? Ja, goed zo. En wat zegt de koe? En het varken? Doet hij altijd heel grappig, doet zo. Dat is schuit. Ja, dat is varkentje, hè? Oh, you should see his pretty face. Goed. Genoeg entertainment zonder hem te zien, natuurlijk. Ik snap dat dat... Ik krijg er overigens nooit opmerkingen voor, maar ik snap dat dat misschien voor sommige mensen een beetje ongezellig is. Voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal of bij mijn vlogs, welkom, hallo. Dat doe ik omdat ik vind dat Niels zelf moet kiezen of hij op YouTube wil of niet. En aangezien hij dat nu nog niet kan kiezen, doe ik het dus niet. Tenminste, alleen onherkenbaar. Hij probeert in beeld te komen. Hij probeert in beeld te komen. Oh nee, oh nee, oh nee. Nee, niet op de bank staan. Zitten. Dus dat ik echt op dat. Maar goed, ik wil hem dus niet herkenbaar in beeld hebben. Goedemorgen, het is zondag en wij gaan nu hollen, want we gaan naar mijn oom en tante. Dit is wat ik aan heb. Dit is een jurkje van Stradivarius. Je kan het helemaal niet goed zien, maar het is een soort gewaad. Mijn moeder heeft schoenen aan. Laat ze spullen pakken en dan gaan we. Wij zijn weer terug en ik was weer vergeten te filmen. Niels heeft een heel leuk olifantje gekregen van de ouders die uit Amerika over waren. Van de ouders van de vrouw van mijn neef. En from America, dus die ga ik even laten zien. Als eerste deze, het Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En deze heb ik al. Ik heb deze gehad en de grote heb ik nu. En ik dacht dan bestel ik weer een kleine, een reisverpakking. Omdat dat gewoon praktisch is voor met de aankomende vakantietijd.
Maar mijn grootte begint ook wel op te raken. En daar baal ik eigenlijk van dat ik niet gewoon de grootte heb gedaan. Deze. En dan dit is hem. Love it. En als tweede dit. En dat vond ik wel heel interessant. Dit is van Becca. Ik heb me heel erg van Tarte. Ik heb me heel erg ingehouden. Want ik had allerlei wilde plannen. Maar ja, ik vind ook altijd... Ik heb al heel veel make-up. Maar ik vind Tarte, vind ik, is een van mijn favoriete make-up merken. En dat is gewoon niet aan te komen in Nederland. En dit heet Glow Girls Bronze and Highlight Duo. En dit zijn ze. Ook twee kleine verpakkingen. Een highlighter, die heet Exposed Highlight. Amazonian Clay Highlighter. En het is allemaal Amazonian Clay. En dan deze. En dit is de Hotel Harris Bronzer. Zo ziet de highlighter eruit. Heel shiny. Zo kun je hem beter zien. Sowieso super cute verpakkingen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ze natuurlijk allemaal nog uitgebreid testen. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan. Sven en Niels zijn al buiten in de speeltuin. En ik ga nu... Ik moest nog even wat afmaken voor de site. Ik heb een change of outfit. Dit grijze shirtje. En dan deze donkergrijze shorts. Sunnies. Let's go. Nam nam nam. Ze heeft een lekkere, voor mij een smoothie en voor de heren een milkshake gemaakt. Het is een beetje donker, sorry. Ik was even vergeten dat ik de vlog nog niet had afgesloten. Dus bij deze alsnog. We hebben nog heerlijk gegeten en verder niet zoveel meer gedaan. Niels zegt lekker te slapen en wij gaan nu ook lekker slapen. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je de video leuk vond. En ik zou het super vinden als je wilt abonneren. En dan zie ik jullie graag volgende week. Oh nee, woensdag sowieso ook weer bij de extra video. En zondag weer bij de vlog. Doeg!